en sleutelde vandaag nauwelijks aan het team dat meteen naar voren stormt. Haagdoorn met de eerste kans, voorlangs buiten en dat na amper 2 minuten. Beveren doet het overigens goed in de beginfase. 1-2'tje Udovic Haagdoorn. Mooi teruggelegd van Haagdoorn en dan lopen Toele en Van Malen elkaar voor de voeten weg kans. Waregem kan daar voorlopig weinig tegenover plaatsen. Weer een mooie Waalse combinatie. Goots naar Udovic in 1 tijd, net naast de kooi van Van den Driessen die de voorkeur kreeg op Danny Dont. Waregem zonder de geblesseerden Deskamps en Onya en zonder de geschorste Van Geem komt halverwege de eerste periode geleidelijk in de wedstrijd. Kubica in 1 tijd op de slof over het doel van Peter Maas. Nog 10 minuten tot de rust. Van Malen stuurt een lange bal richting Goots, maar weer gaat zijn schot voorlangs buiten. Vrij trap dan met Lambert Schmid. De bal komt bij Haagdoorn. Die mikt op Udovic, Massagie dan, maar die krijgt zijn voet niet goed tegen het leer. Udovic wel en Beveren toch op voorsprong. 3 minuten voor de rust een welgekomen en op dat moment zeker niet onverdiende voorsprong voor Beveren. Met de 7e goal van Sascha Udovic. 0-1 is ook de stand bij de rust. Waregem moet ook winnen als het nog een waterkans wil behouden om volgend seizoen in eerste te spelen. Het begint goed aan de tweede helft. Camara wil nog eens scoren zoals vorige week, maar deze keer mikt hij te hoog. Van Maldegem voert dan ook nog een dubbele wissel uit met het inbrengen van Bossuyt en Lopez Rodriguez. Maar het is Beveren dat meteen daarop weer een goede kans krijgt. Van Malen, zijn schot is iets te zwak. Halfweg de tweede periode dan verliest Marino Blanke domweg de bal aan Patrick Goots. Goots is snel, dat is bekend. Bal aan de voet ook van de Lanwatte voorbij en mooi in de verste hoek. Beveren 0-2 voor. De Waregemse malaise is nu compleet. Patrick Goots profiteert van een grote defensieve blunder om met zijn 11e van het seizoen Beveren een wellicht definitieve voorsprong te bezorgen. Nog een kwartier te gaan en aandacht nu voor een knap nummertje van Lambert Schmid. Mooi rond de Walen. En dan zijn er 2 mogelijkheden, Goots bedienen of zelf schieten. Het laatste dan maar en 0-3 voor Beveren. Er zit bij Beveren duidelijk meer klasse in de ploeg dan bij Waregem. Schmid maakt het koud af. En de malaise bij Rood-Wit wordt nog groter. Beveren blijft counteren. Goots weer door. Op het gepaste moment naar Udovic. En na wat aarzelen toch 0-4. Het was al van 23 september geleden dat Beveren nog eens won. Nota bene tegen Waregem. Udovic met zijn 2e goal. Waregem geraakt nog wel aan een eenreddende treffer. Bossuyt zet voor en Camara legt binnen. 1-4, een zware verdict voor Waregem dat zich nu nog enkel mathematisch kan redden. Voor Beveren is er terug nieuwe hoop. Je kan alleen maar hopen op zo'n uitslag. En, ik moet zeggen, ik heb alleen gevraagd aan de spelers om iets meer te doen dan ze afgelopen wedstrijden gedaan hebben. Om dus iets beter bij de les te zijn. Ik heb geprobeerd om wat meer voetballers in de ploeg te zetten. Zodat we wat meer naar voren konden voetballen.